Goedenavond, hartelijk welkom in Velsen-Zuid. De temperatuur is nog goed, zonnetje schijnt nog. We zijn in het stadion van Telstar. Zometeen speelt Oranje tegen Nieuw-Zeeland. Een bekende tegenstander, eerder al op het WK, won Oranje van Nieuw-Zeeland. En Oranje is een nieuwe weg ingeslagen, want over anderhalf jaar om precies te zijn, het EK in eigen land. En het is maar goed ook dat ze een nieuwe weg zijn ingeslagen, want zo kunnen ze mooi die deceptie vergeten van een aantal weken geleden met het mislopen van de Olympische Spelen. De hoofd erin, de buik erin en we gaan knallen. De bal is goed, de bal is uitstekend en het is hangen. Het is nu al 1-0. One day I know. Oeh, Faust van Zeeman. Oh, en dan is het 1-1. Oh, 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 wat is dit? So I de blunder van Kelly Zeeman. Moving on. De bal valt op de lat. Ja, ja, zo dichtbij kan je dus zijn. In die extra tijd nog alleen voor de keeper. Dus zijn we er toch wel heel dichtbij geweest. Miedema, haar moment. Nee! Eén doelpunt verwijderd van Rio. En dit was het moment om naar Rio te gaan. Ja, verdriet. Je bent zo dichtbij. Nou ja, en uiteindelijk lukt het niet. En voor de analyse vanavond, Daphne Koster. Daphne, als we dit zien, het doet gewoon nog steeds pijn. Ja, ja, dat, daar kunnen we niet omheen. Nee. Ik denk dat iedereen naar de Olympische Spelen had gewild. En ja, dat haal je niet. En daar heb je zoveel voor gedaan. En dat, ja, als je die beelden terugziet met Miedema die dat kansje kon benutten en dat dan net niet doet. Ja, dat is heel zuur en dat blijft pijnlijk. En ik denk dat pas overgaat op het moment dat die Olympische Spelen achter de rug zijn. Want nu blijf je daarmee geconfronteerd worden. En ja, dit blijft gewoon na nog een half jaar wel even doorschudderen. Ja, want Van den Berg zei al, ik ga geen Olympische Spelen kijken. In ieder geval niet de voetbalafdeling, laat ik het zo zeggen. Een andere domper, Manon Melis, 136 interlands, gestopt. Ja, en 59 doelpunten. Ja, ja, dat is ook een domper. Manon Melis, enorm waardevol voor het Nederlands team. Alleen al met de doelpunten. Als je de namen gaat bekijken en je ziet hoeveel Manon heeft gescoord. Ja, dan steekt ze er echt met kop en schouders bovenuit. Ja, dit is haar laatste doelpunt overigens tegen Noorwegen. En specifieke kwaliteiten heeft Manon. Is enorm snel. 1-1. Dat is vaak een doelpunt. Er werd haar ook wel eens verweten dat ze nog meer kon scoren. En dat ze dat ook wel eens naliet. Maar ja, als je er 59 hebt ingelegd en in 136 interlands, ja, dan ben je van ongelofelijke waarde geweest. Ja, dat is er zeker. En ze zal gemist worden. Goed, zojuist sprak ik met de bondscoach Arjan van der Laan. Hij gaat dus een nieuwe weg in. Dat krijgen we dadelijk, dat interview. We gaan eerst naar de namen, de 11 namen van Oranje met Mark van Rijswijk. Ja, er zijn wel wat wijzigingen ten opzichte van die kwalificatie voor de Olympische Spelen. Met Geurts die nu weer keept. Van Veenendaal zal komend weekend waarschijnlijk keepen. Achterin Jansen, Van den Berg, Zeeman en Van Lunteren. Dat is redelijk vertrouwd. Spitsen, Van der Donk en Middag op het middenveld. Dekker, Anouk Dekker is geblesseerd. En voor hen dus geen Melis meer. Martens is weer terug van een blessure. Zij speelt op de vleugel met Van der Zanden. En Miedema heeft wat last. Speelt dus niet. Jansen, Ellen Jansen staat vandaag in de spits. Ja, er zijn dus wat andere namen. Maar de grote vraag is natuurlijk vooral aan Arjen van der Laan, die ik dus zojuist sprak. Wat gaat hij doen de komende periode? Gaat hij echt met de sterkste elftal spelen, buiten de blessures om dan? Of gaat hij juist ook de jongere mensen wat kans geven? Nou ja, goed, de kern van de groep die blijft staan. Melis is een positie die vervangen moet worden. Dekker is nu geblesseerd en daar is er ook wat ruimte om dingen uit te proberen. Dus dat zullen we benutten. Ja, voor de rest zal de kern blijven staan. En is het meer dat weer aangevuld wordt, ook in de breedte met nieuwe jonge spelers. En die willen we ook weer zo snel mogelijk meenemen. Want ja, ik denk dat de tijd toch wel weer snel gaat als je een jaar verder kijkt met de korte periodes die je elke keer hebt. Bij die kern hoorden ook Van der Gracht en Miedema. Waar zijn die vandaag? Nou, Van der Gracht is natuurlijk bij het OKT was nog geblesseerd. Is daarna gelukkig weer fit geworden. Is nu ook fit. Heeft wel nu 2 wedstrijden met Twente weer gespeeld. Zijn we wel voorzichtig mee. Dus die gaat zondag spelen. En Miedema? Miedema heeft wat lichte klachten. En ook daarin is afgesproken ook met de club om dat op 1 wedstrijd te houden. En daarbij hebben we ook gekozen voor de zondag. Manon Melis, ze neemt afscheid. Ze stopt als international. Ze is nu aan het spelen natuurlijk in Amerika. Die competitie houdt totaal rekening met wat jullie uiteraard doen.
Hoe is dat gegaan? Heeft zij bij jou kenbaar gemaakt? Of hoe werkt zoiets? Ja, we hebben contact gehouden en dat is er nog steeds. Manon heeft gewoon aangegeven dat ze in Amerika haar carrière doorzet. En dat ze afscheid neemt van Nels Elftal. Daar heeft heel veel respect voor met wat ze allemaal heeft laten zien en wie ze is. Ik hoop dat ze nog één of meerdere mooie jaren daar mag hebben. Ja, het is haar keuze, maar aan de andere kant kan ik me voorstellen, jij als bondscoach, dat je denkt, ja, ik ga toch alles aan doen om te proberen haar te behouden. Want het is toch een soort Anje Robben die afscheid neemt. Ja, goed, dat is ook zo. Ik had er heel graag bij gehouden. Maar heb je haar ook echt overtuigd om te blijven? Ik heb daar wel dat op een normale manier geprobeerd. Zij was ook wel erg overtuigd van haar eigen plannen. Hè? Dat is denk ik ook niet van vandaag of morgen, maar ook wel ontstaan. Ook in een periode dat ik nu kort met haar heb mogen werken, heb ik enorm van haar genoten. Volgens mij goed samengewerkt. Is het alleen dat ik daardoor respect heb voor haar keuze. Ja, en natuurlijk moeten we allemaal respect hebben voor haar keuze. Toch denk dan bij mezelf, het EK in eigen land kun je nog meepikken. Het is nog fit genoeg. Snap jij die keuze? Nou, ik snap wel die keuze als je in Amerika speelt en die competitie gaat gewoon door. Dat je daar wilt zijn en dat je dat wil meemaken. Dat het lastig is om elke keer over te komen. Mm-hmm. Maar ja, misschien had de bondscoach wel aan moeten geven van, weet je wat, concentreer jij je nou gewoon een jaar op die competitie in Amerika. En als die afgelopen is, dan praten we nog een keertje verder. En dan kun je het uitstellen en dan had ze nog niet bedankt. En ja, die mogelijkheid is er nu niet meer. Ja, het is een keuze van haar. Ik weet dat ze al langer daaraan denkt. Aan stoppen, dat altijd wel in haar gedachten, in haar hoofd rondspookte. Mm-hmm. Dus ja, aan de ene kant, ik snap het, maar ik vind het wel heel erg zonde. Omdat je speelt volgend jaar of over anderhalf jaar speel je gewoon in eigen land een EK. Dus blijkbaar is ze er heel erg van overtuigd geweest. Ja, als ik haar teamgenoot was, dan had ik haar denk gestolkt en plat gebeld om te overtuigen dat ze toch zou blijven. Wat voor gat laat ze eigenlijk achter? Wat voor gat laat ze achter? Nou, ik zeg, tegenstanders hielden altijd rekening met haar. Ja. Met haar snelheid. En je hebt ook een Janice van der Sander die enorm snel is. Maar die is minder vaardig, die is minder doelgericht. En als je twee van dat soort snelle spelers hebt aan de zijkanten. Ja, dan houden tegenstanders, die moeten rekening houden met twee van dat soort spelers. Dat is altijd lastiger dan dat je er één hebt staan. En scorend vermogen. Want ja, ik heb het net al aangegeven, 59 doelpunten. Er is geen speelster die bij haar in de buurt komt, behalve Miedema. Ja. Maar ja, nu heb je er nog maar eentje rondlopen die heel makkelijk het doel kan vinden. Ja. En een brok ervaring gaan ze missen. Dat, en Manon Melis was wel echt een speler die echt leefde voor haar sport. Die deed er echt alles aan. Ja. En die ook wel de jonkies erop kon aanspreken van welke kant ze op moesten gaan. En dat is weg. Een nieuwe weg gaat Oranje in, richting het EK 2017. Hoe moeten we nou zo'n wedstrijd als vanavond gaan inschalen? Ja, een wedstrijd in aanloop naar dat EK toe. En dat is nog heel erg ver weg. Dus ik neem aan dat de bondscoach echt wel gaat kijken van welke spelers heb ik nog meer tot mijn beschikking. En dat je dat die aan zijn spelsysteem kan gaan werken. En meer zijn nadruk op kan leggen van hoe die wil spelen. En dit zijn altijd wel lekkere wedstrijden om er weer in te komen. Mm. En om even dat te vergeten wat je hebt achtergelaten. Ja, en wat je hebt achtergelaten, om maar even een voorbeeld te geven. Nieuw-Zeeland, op het WK gewonnen van Nieuw-Zeeland. Ja. Nieuw-Zeeland gaat wel naar de Olympische Spelen, Nederland niet. Ja, maar dat heeft ook met het feit te maken dat het enorm lastig is voor Europese landen om naar de Olympische Spelen te gaan. Nieuw-Zeeland die heeft een veel makkelijker weg af te leggen. Die heeft eigenlijk tegenstanders, wat eigenlijk bijna al geen tegenstanders zijn. Ze zijn heel laag op de ranking. Ja. Ja, en Nieuw-Zeeland is altijd op Olympische Spelen aanwezig, altijd op een WK aanwezig. Dus wat dat betreft is het wel een hele leuke tegenstander om tegen te spelen. Plus dat Nieuw-Zeeland technisch houdt het niet echt over, maar ze spelen wel met heel veel energie. Dus voor Nederland is het een tegenstander die ze stuk kunnen spelen. En dat hebben we al op het WK gezien, dat kunnen ze. Ik vond ook wel dat Nederland het betere ploeg is op dit moment. Op wie moeten wij nou eigenlijk, want we hebben inderdaad nog anderhalf jaar te gaan, maar op wie moeten we gaan letten? Van wie verwacht jij echt een behoorlijke ontwikkeling? Want in anderhalf jaar kan natuurlijk ontzettend veel gebeuren. Ik vind het leuk om te zien dat Tessel Middag nu een kans krijgt om te spelen. Dat is een speelster die ik wel hoog heb zitten. Vaardig, kan het spel verplaatsen. Dus ik hoop dat zij de kans gaat pakken. Of dat ze in ieder geval laat zien wat ze in huis heeft.
En Lieke Martens, Danielle van der Donk. Als die zich gaan ontwikkelen dit anderhalf jaar. Ja, zijn dat wel spelbepalende spelers. En Jill Roort, die is er natuurlijk nu niet bij. Nee, die speelt toernooi. Ja, nou, dat is logisch hè, dat ze er nu niet bij is. Ja. Die spelen een toernooi voor het EK om zich te plaatsen. Voorronde daarvoor, dus dat vind ik een logische keuze. Wat ik voorheen heb bij het ook daar Olympisch Olympisch kwalificatietoernooi vond ik dat. Dus zei ik van waar is zij? Ja. Nu niet, een logische keuze. Maar dat is een speelster als je straks over anderhalf jaar gaat kijken. Dan moeten dat soort spelers moeten er staan. Ja, dan nog eventjes Minima er dus niet bij. Die wordt nog een beetje gespaard. Ik vind het eigenlijk wel interessant om te kijken hoe ze het doen zonder Minima. Ellen Jansen die staat nu in de spits. Mm-hmm. Die was eigenlijk nu eens opgeroepen. Dus die zat niet bij de 25 speels. Dus die mag nu laten zien. Meteen starten. Ja, leuk voor haar. Leuk voor haar. Maar ja, het zal wel even wennen zijn. Want Emmanuel Melis niet. En Minima die er niet staat. Dat zijn wel vastigheden waar het team aan gewend is. Maar ja, iedereen zal wel zijn kans pakken. Ja, de muziek stopt. Dus ik ga ervan uit dat de speelsters nu naar buiten komen. Dus wij gaan er lekker op de tribune zitten. En we gaan overgeven aan Mark van Rijswijk. Veel plezier. De weersomstandigheden zijn in ieder geval ideaal. Heerlijk zonnetje. Meer dan 1000 toeschouwers op de tribune. En een tegenstander van Formatus in Nieuw-Zeeland. Ploeg die het weliswaar heel makkelijk heeft om zich te plaatsen. Een stuk makkelijker dan Nederland voor de grote toernooien. Maar omdat ze daar steeds zijn, ontwikkelt Nieuw-Zeeland zich natuurlijk ook. En ook de Nieuw-Zeelandse vrouwen spelen verspreid over heel Europa eigenlijk wel over het algemeen in de grote competities. Natuurlijk beginnen we ook met de volksliederen voorafgaand aan deze oefening in het land. Luidt er duidelijk meegezongen met Wilhelmus door de 11 vrouwen die voor Nederland aan de aftrap zullen verschijnen. Hier ziet u de namen nog. Geurts is dus weer terug. Keepte niet tijdens het OKT omdat ze toen ook net terugkwam van een hersenschudding. Spitsen van de Donker middag op middenveld. Anouk Dekker geblesseerd. Daardoor ook niet bij de selectie. Was de van Montpellier. En voor de dus nog geen Minima. Die zullen we komend weekend gaan zien tegen Canada. We hebben de bondscoach gehoord. Die heeft overlegd natuurlijk ook met Bayern München. Die club wil ook liever niet dat er iets met Minima gebeurt. Want ook daar is hij natuurlijk de eerste spits. Van der Zanden. Zij op de vleugel nu met Martens. Geen Melis, geen Minima. Dat is natuurlijk wennen. En dat biedt weer kans aan een andere. Zoals vandaag dus aan Van der Zanden.
En in de spits Ellen Jansen. Nieuw-Zeeland, heel veel routine. Veel speelsters ook die op het WK al tegen Nederland speelden. 8 maar liefst. En mocht u die wedstrijd hebben gezien, dan kent u veel namen. Hearn, de spits, topscorer aller tijden van de Nieuw-Zeelandse nationale ploeg. Ze heeft er 50 in liggen. Thanks for you, the choice. Field of play or ball? The ball. Ball and you're the field of play? The side and you're off there? Thank you. Don't forget the minute of silence, okay? Good luck. Thank you. Tos gewonnen. Door Abby Erker. Can you tell me now? En dan zullen we voorafgaand aan dit duel ook, omdat dit de eerste interland is natuurlijk van de vrouwen sinds het overlijden van Johan Cruijff, een minuut stil te houden ter nagedachtenis aan Johan Cruijff. Benieuwd hoe het deels vernieuwde Nederland zelf al zich kan laten zien vandaag. En dit is een ploeg die barst van de ervaring. Het zegt wel genoeg. Er staan 8 speelsters op het veld bij Nieuw-Zeeland. Die minstens 88 interlands hebben gespeeld. Ter vergelijking bij Nederland zijn dat er 2. Met Geurts en Spitsen. Iedereen high five geeft, maar goed. Oké, meiden, wat we zeiden, start richting voorbereiding. Start voor het EK, voor ons EK. EK 2017, het lijkt ver weg, voor we het weten zijn we er. Vanavond begint het, de beuk erin en alles geven tot de allerlaatste seconde. Met dezelfde strijd, dezelfde passie, wat we altijd hebben gedaan. Dat zetten we in richting ons EK in eigen land. Geef elkaar vertrouwen, meiden, door het simpel te doen. Help elkaar, doe het samen. Dan gaan we gewoon een goed resultaat gewoon, meiden. Kom aan. Pas op, meiden. Kom aan. Kom aan, meiden. Kill it op 3. 1, 2, 3. Yes! Kom aan! Kom aan. Top hebben de woorden ook nog even van de vrouw met 107 interlands, Loes Geurts. Die vandaag dus voor de 108ste keer het doel van Nederland verdedigt. Nou, dit is Jellep, die heeft bijvoorbeeld 96 interlands. Nieuw-Zeeland is echt een serieuze tegenstander. Die ook speelt in wat zo'n beetje wel de sterkst mogelijke opstelling is. Dat is een heerlijke test in dat opzicht voor de Nederlandse vrouwen. Met Van der Zanden, Van Lunteren, middag. Een lange bal van Kelly Zeeman, wat te lang in dit geval. Katie Duncan, ook zij was er trouwens bij op het WK, maar toen nog onder de naam Katie Hoyle. Ze is in de tussentijd getrouwd met een andere profvoetbalster, Priscilla Duncan. En heeft dus nu de achternaam Duncan aangenomen. Hij heeft veel te oefenen dus, helaas. Omdat de spelen niet gehaald zijn. Maar dat biedt hem toch ook de kans om nieuwe speelsters uit te proberen. Met het oog op dat EK in eigen land. Martens. Jansen. Middag. Van den Berg wat in de problemen. Hearn. Duncan van de bal gezet.
Donk. Diepte gezocht bij Van der Zanden. Percival. Slordige paas. Van den Berg. Een hele lekkere bal voor Zeeman. Maar alleen Hearn zet het druk, dus kan Nederland dat makkelijk oplossen. Jansen. Klim opgelost, was geen makkelijke bal voor de linksback. Nou, vertelling op Van der Donk. Opnieuw Jansen, krijgt opnieuw geen hele makkelijke bal. Kurtz. Van den Berg, Nieuw-Zeeland zet vroeg druk. Dan is de inworp voor Nieuw-Zeeland. Leek alsof er nog een voetje aan zat. Van Bowen. Percival. Bowen. Hasset. Hij is er langs. Hearn vraagt al om de bal. Die krijgt de bal niet. Verdedigd door Zeeman. Jansen, met de paas ook op Jansen. Moor. Vijf eerdere ontmoetingen dus, waarbij natuurlijk veruit de belangrijkste die op het belangrijkste op het WK was. Toen Nederland met 1-0 won door het doelpunt van Lieke Martens. Wel over de zijlijn geweest. Middag. Misverstand met Van Lunteren. Allebei spelend bij Ajax. Middag. Van der Donk. Van der Zanden. Ja, die tikt de bal gewoon maar voor zich uit en gaat dan rennen. Niemand die erbij kan houden, maar in dit geval had Ersek wat voorsprong. En de corner slim verdiend. Abby Ersek, aanvoerster. En tevens ook record international van Nieuw-Zeeland. Vijf speelsters van Oranje voor het doel. Jansen, Dominique Jansen wordt er dan ook nog bijgestuurd voor wat extra lengte toch. Een draaiende bal. Van der Donk op de rand van het strafschopgebied. Van Lunteren, Jansen. Goed werk spitsen. Risicovol Van den Berg. Heeft zo Hearn in de rug. Duncan. Moore. Go, 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 go!
prachtige paas zomaar ingeleverd door Moore. Martens. Dan loopt Jansen nu buiten spel, dus moet ze nog wachten. Martens. En dat is een aardige poging van Lieke Martens. Het scorend vermogen moet toch vooral van haar komen nu. Ook Miedema en Melis er niet bij zijn. Ze heeft er ook al 25 in liggen. In het Nederlands elftal 59 interlands. Dat is toch een heel aardig gemiddelde. Er zijn er maar 3 die ooit vaker scoorden in oranje dan Lieke Martens. Via Zeeman van de Donk. Dit is er knap gedaan door Janice van der Zanden. En die schiet er weer in ook. Heel knap doelpunt. De paas was allesbehalve makkelijk om te controleren. Maar dat deed ze uitstekend. Zij speelt op de plek van Manon Melis. Heeft haar snelheid, maar hier heeft ze vooral toch ook de controle. Waardoor die bal goed ligt. Waardoor ze de kans krijgt. En dat heet vol overtuiging afmaken. Van het ook met de assist. Goed meegenomen en uitstekend ingeschoten ook. Percival met de invoer. Burn. Theoria Percival. Een overtreding gezien van Lieke Martens. En ook nu natuurlijk de mandjes die omhoog gaan. Dat betekent dat er een doelpunt is gemaakt. Het Wijnmandje dus. Haar 6e in haar 25e interland. Slecht voor een vleugelspeelster. Bovendien eentje die natuurlijk ook vaak als invalster in het veld kwam. Kirsten Jellep met de vrije trap. Strakke bal. Oh, die bal is niet lekker weggewerkt. Alle tijd voor Nieuw-Zeeland om daar wat mee te doen. Dat doen ze niet al te best. Er raakt ook nog iemand licht bij geblesseerd. Het lijkt te gaan met Van Lunteren. Maar hier veel te onrustig, Zeeman. Eigenlijk had Rustek alle tijd om die bal zelfs nog aan te nemen. Jansen. Zij de meest ervaren als je kijkt naar het interland van deze ploeg. Dit is haar 117e interland voor Sherida Spitsen. Geurts. Van den Berg. Oeh, weer slordig. Nederland maakt toch wat te veel fouten achterin. Ze blijven nog zonder gevolgen. Maar de kansen die Nieuw-Zeeland krijgt, komen toch vooral door geklungel achterin bij Oranje. Coaching was er, maar wat te laat. Moore, Hearn, overtreding.
Een voordeel gegeven. Percival. Spitsen. Van de Donk. Het zou zomaar een kaart zijn, normaal gesproken. Misschien in een oefenwedstrijd dan net niet. Nee, daardoor komt de Longo er inderdaad mee weg. Scheidsrechter overigens, Rijn Hoestijn. De tweede vrouw ooit die fluit bij de mannen. Profs in Duitsland natuurlijk. Bibiana Steinhaus had de primeur. Zij fluit tegenwoordig ook al in de derde Bundesliga. Middag. Aan de linkerkant. Martens staat centraal. Hier is het flink duwen en trekken. Nee, de duivel is de paas niet al te best. Dat is wel bekend van Nieuw-Zeeland. Stuk fysieker dan Nederland. Dat is niet waar Oranje het van moet hebben. Dat moet proberen uit die duels te blijven. Jansen, middag. Percival gooit. Martens. Zeemans paast te hard voor middag. Duncan. Asset. Ruimte inderdaad hier aan de rechterkant bij Bowen. Die gaat voor de voorzet. Nou, waar ze zelf ook een kans leek te kunnen hebben. Jansen. Martens. Geen goede controle. Herstelt ze zelf. Prima gespeeld dit door Nederland. De paas op Van der Zanden is goed. Is dit meteen haar tweede? Ja hoor. Het is toch wel bijzonder dat de speelster die speelt op de plek van de topscorer aller tijden van Oranje. Die gestopt is. Manon Melis. Dat juist de speelster op die plek er twee inlegt. Nog na iets meer dan een kwartier spelen. Ze had er tot aan vandaag 5 gemaakt. In het Nederlands elftal, er zijn er nu al 2 bijgekomen. Shanice van der Zanden. Weer is de paas goed van Van der Donk. En nu is het
in 1-1 met de keeper. Een wat hoger balletje. Maar zo zijn er 2 assists van der Donk en 2 doelpunten van Janice van der Zanden. Ze blijft toch heel kalm. En dit zijn aardige stijvers natuurlijk. Zo is Nederland zeer effectief. Martens kreeg een schietkans. En daarna 2 kansen, 2 doelpunten. Moore. Die had Bowen, maar die is buitenspel. De vlag is allemaal. Hij speelt in de Verenigde Staten. De rest van de speelsters. Of in Europa of in Nieuw-Zeeland actief. Jansen, goed die bal vastgehouden. En daar gaat er Van der Zanden alweer. Heerlijke bal vanmiddag. Martens, ja, dat is mooi aangenomen. De voorzet is ook goed en dan net geen Jansen om hem in te tikken. En dit is een hele mooie aanval. Waarbij het eigenlijk allemaal wel klopt. Met eerst een lange bal op haar. Die legt hem klaar voor middag. Middag opent op Van der Zanden. De actie van Martens. Met de voorzet is ook niet heel veel mis. Het is net een voetje dat er niet tegenaan komt. Daar Janne Miedema. Dus haar moeder en haar broer. Zij zal komende zondag om 4:00 normaal gesproken gaan spelen tegen Canada. Een wedstrijd die ook bij Fox te zien zal zijn. Canada ook een tegenstander van Nederland op het WK geweest. Zanden zocht Van der Donk. Prima het lichaam gebruikt door Percival. Asset. Duncan. Maar eens druk op Geurts. Van Lunteren. Excuses van de rechtsback voor de paas. Overleg even tussen Percival en Bowen. Ook vandaag natuurlijk veel kinderen bij de wedstrijd. Prima. Tijd voor de aftrap natuurlijk. 7:30.
jaagt. Van den Berg kan in alle rust terug op Geurts. Want weer is Hearn de enige die druk zet. Jans. Voor Nieuw-Zeeland overigens is dit al de tweede oefenwedstrijd in deze trainingsstage in Nederland. Ze speelt tegen de B1 van Koninklijke HFC. U hoorde hier de coach. Tony Reddings. Zijn ploeg verloor met 3-0 van de B1 van Koninklijke HFC. Ja, dat was vrij snel nadat de ploeg bij elkaar was gekomen. En dan hebben al die speelsters die uit Nieuw-Zeeland zijn gekomen toch echt nog wel wat last van de jetlag. Vandaag is de zesde dag dat Nieuw-Zeeland er bij elkaar is in Nederland. Dus is de jetlag in ieder geval geen excuus meer. Veel ruimte nu. Jansen gaat diep. Martens wacht op de andere Jansen, de linksback, Dominique. Van de Zander. Maar er was rugdekking. Die bal wel slim lopen. Van de Donk. Daan de bal naar Bowen. Jansen moet het oplossen. En dat doet ze. Zo. Stevige botsing. Percival die daar naar rechtsbuiten kwam helpen. Dan is de bal weg. Een flinke botsing. Het kan echt vervelend aflopen. Nu lijkt het mee te vallen. Ook met de knie van Jansen. Van de Donk. Martens. Jansen, Martens. Aanval is goed, het schot niet. Ja, Jansen lijkt wat beter in de wedstrijd te komen als aanspeelpunt. De spits van Twente. Daardoor kunnen dit soort kansen ontstaan. In dit geval dus de poging van Ike Martens. De spits aan de andere kant. Amber Hearn. Hebben we eigenlijk nog helemaal niet gezien. Opgelost van de Donk. Van de Zander is alweer diep gegaan. Ja,
Lange bal van Spitsen. Kijk, dat is het moment hoe belangrijk Spits is. De rust die ze dan brengt. Aanspeelbaar voor Van Lunteren, die er toch even lastig onder druk werd gezet. En dan is Spitsen daar om te helpen met de juiste oplossing. Bowen. Duncan. Hassett. Van de Donk. Percival, Bowen, Hassett, Longo, Van der Zanden verdedigt uitstekend mee daar. Nog vier doelpunten, anders komen we mandjes tekort. Maar goed, 6-0. Dit is geen tegenstander waar dat normale uitslag tegen zou zijn. Maar goed, Van der Zanden heeft er wel twee in liggen. Van der Laan zal toch grotendeels wel tevreden zijn over wat hij ziet. Zoveel geeft Nederland niet weg. Even een slordige fase gehad. Verlengd door Jansen op Martens. In midden komt Van der Donk. Martens. Jansen. Jansen voor het eerst sinds 2014 weer opgeroepen. Dat is eigenlijk alleen maar omdat Mandy Versteeg pas net weer terug is van een hamstringblessure en er daarom niet bij kan zijn. Dan zet de boel goed vast. Hier komt Nieuw-Zeeland in eerste instantie niet makkelijk uit, maar via Bowen zou dat nu kunnen. En Woestijn houdt het kort. Duncan. Hearn. Hassett. Step in. Wat heeft hij in Hearn? Maar dan is het alweer buitenspel. We
Zeeland komt erg moeizaam tot het creëren van kansen. Overlegd, wat is nou precies de bedoeling? Dat is nog niet iedereen duidelijk bij Nieuw-Zeeland. En nog steeds niet. Er staan er maar weinig speelsers daar bij het strafschopgebied. Hij zet er één van, middagwind. Van den Berg. De eerste warmlopende speelsters zijn gesignaleerd. Nou, dit was er maar eentje. Dus dat is het om hele neeslegers. Loopt zich warm. Er mag 6 keer worden gewisseld tijdens de wedstrijd. Zo is afgesproken. Nieuw-Zeeland heeft in totaal maar 7 wisselspelers. Van der Zanden kan op weg naar een hat-trick. Die denkt nou, ik probeer het gewoon meteen maar heel mooi. Dat lukt net niet. Volgens mij is dit de eerste redding van Aaron Naylor van de wedstrijd. Er is nog iets van rugdekking, dus maar de poging ineens. Maar die bal is niet hoog genoeg. Redding, ze is duidelijk in zijn coach. Moet wat scherper en wat dichter op oranje worden verdedigd door Nieuw-Zeeland. Er moet goed druk worden gezet. En niet op een meter of 2 afstand. Dus de bondscoach van Nieuw-Zeeland. Bowen. Dat is toch een onbegrijpelijke paas. Tenminste, ik denk dat de bedoeling Hearn was. Hij heeft niet veel kans om al zijn speelsters in actie te zien. Werkt gewoon vanuit Nieuw-Zeeland. En dan maak je toch niet snel even een paar tripjes naar Europa om bijvoorbeeld je linksbuiten in actie te zien. Percival. Geen probleem voor Geurts. Spit. Van Lunteren. Martens biedt zich aan. Die is het nog regelmatig van positie. Met Van der Donk. De ruimte leek vooral in het centrum te liggen, maar Van der Zanden kon ook worden weggestuurd. Middag die een prima wedstrijd speelt op het middenveld. Marwan Naylor, Martens. Too easy, dat is de hele tijd wat je Reddings hoort zeggen. Oeh, dat is een te moeilijke bal. In ieder geval gelukkig wel naast het doel, zodat het slechts een corner is. Ja, standaard situatie, dat is wel een kans voor Nieuw-Zeeland met veel lengte. Een paar goede koppers.
Kirsty Jelp gaat de hoekschop nemen. We zitten dringen in het doelgebied waar volgens mij Hesset het geurt zo lastig mogelijk probeert te maken. De corner is niet slecht, wordt in eerste instantie niet weggewerkt. Schot geblokt. Martens, prima. Nog steeds Martens. Wel even wat last, maar die tik zojuist. In het midden gaat Jansen, daarachter is Van der Zanden. Van der Zanden weer geen buitenspel. Van der Zanden, nee, geen goede paas. Er is wel nog Dominique Jansen. Ze kreeg een poging toen om die counter in te leiden. Een klein tikje van achteren. Het lijkt te gaan. Bij de bankzitters met zo'n andere Sari van Veenendaal. De keepster die nog het hele Olympisch kwalificatietoernooi keepte. Maar nu echt met Geurts uit zal moeten gaan vechten. Wie de eerste doelvrouw van Nederland wordt. Duncan. Duncan blijft liggen. Hij krabbelt ook wel weer op. Riley. Van Riley. Hesset, die wil het heel mooi doen. Betsy Hesset, de speelster van Werder Bremen. Hier moet ze de voorzet geven. En dat wordt wel een interessante strijd. Tussen Geurts en Van Veenendaal dan met name. Daarachter zit nog Angela Christ, maar in principe zal de eerste positie gaan tussen Van Veenendaal en Geurts. Zeker nu ook Van Veenendaal bij Arsenal keept in een grotere competitie. Is de concurrentiestrijd groter. Daar links zit Van Veenendaal. Daar komt Martens. Middag. Goeie aanname van middag. Daardoor kan ze in één keer doorvoetballen. Vorige bal Zeeman. Toen het doel als Nieuw-Zeeland kansen heeft gehad, kwam het toch vooral de fouten van Nederland zelf. Duncan. Jelp. Overname bijna van Martens. Bowen. Goed meegenomen van de Tong.
Alexander met Riley. Wel ze tussen de twee nummer 7, maar de Nederlandse nummer 7 heeft voorlopig een veel prettiger avond dan de linksback van Nieuw-Zeeland. Hearn. Opnieuw Hearn. De vrije trap is voor Nieuw-Zeeland. Aftreding op de spits. Wie dacht zou dat gedaan hebben? Van den Berg kopt. Daar gebeurt in ieder geval niks verkeerd. Drie speelsters in de muur, zo heeft Geurts aangegeven. Jallop en Longo bij de bal. Jallop mag het doen. Nou, dat is een matige poging. Nieuw-Zeeland stelt toch teleur. De mandjes liepen meer gevaar dan het doel van Nederland bij deze poging. Van de Dom. Middag. Riley raakt hem helemaal verkeerd. Dan krijgt bijna Jansen de kans. Van der Sande. Middag. Martens. Voorzet in eerste instantie wel weggehaald en meteen goed opgevangen. Hasset. Kijkt de verkeerde kant op. Daar was Spitsen. Is het rust en leidt Nederland met 2-0. Zij maken ze allebei. Shanice van der Zande, de nieuwe rechtsbuiten voorlopig. Waarom Melis er niet meer is voor Arjan van der Laan. En Nederland heeft gewoon een prima eerste helft gespeeld. Eigenlijk geen kans weggegeven. De paar keren dat er dreiging was, werd ook eigenlijk weggegeven door Nederland. Nieuw-Zeeland creëerde niet zo heel veel. En Nederland een paar momenten gehad, twee keer gescoord. En achterin voorlopig gewoon de nul gehouden zonder al te veel moeite. Dus denk ik wel dat er grote tevredenheid is bij Van den Berg en Geurts. En bij Arjan van der Laan ook. Dit was een eerste helft waarmee Nederland verder moet kunnen. En dat is zeker zo. Natuurlijk gaan we zometeen die eerste helft nog eens even goed nabespreken. Dat doen we met Daphne Koster. En we gaan het natuurlijk hebben over de vrouw die Miedema moet toen laten vergeten. Oftewel, de vrouw die nu op haar plaats staat. Shanice van der Zande. Goed nu al voor 2 doelpunten. En wat voor een mooie aanval vooraf. En daar gaan we het allemaal straks over hebben met de beelden. Tot zo. Weer terug in Velsen Zuid. Oranje tegen Nieuw-Zeeland. Het is halverwege. Staat 2-0 voor Oranje. Eerst maar eens even algemeen wedstrijdbeeld van die eerste helft. Als je 2-0 voor staat en niks weggeeft, dan doe je het in principe doe je het hartstikke goed. Maar als je naar de details gaat kijken, dan mag het allemaal wat, net wat beter. Ja, en één zo'n detail is dat je wil eigenlijk dat ze er fel op zitten. Eerder druk geven. Nou ja, Nederland zakt wat in. Dat doen ze bewust. Dat neem ik aan met de snelheid van Shanice van der Sande. Als je hem dan verovert, dan kun je Shanice wegsturen. Maar op het moment dat je hem verovert, en het staat steeds ontzettend klein, dan moet je eigenlijk steeds zorgen dat je de ruimte
gaat zoeken. En dan moeten die ballen wel aankomen. En nu zijn die balletjes over 2 meter, die zijn heel slordig. En die zijn vaak aan de verkeerde kant. Of iemand staat vol onder druk en dan wordt diegene toch ingespeeld. En dat is slordig en dat moet eruit. Ja. Vroeger praten wij veel over de 3 M'en. Vroeger, nog niet zo heel lang geleden. 2 M'en zijn er niet bij. Minima en Melis. Melis is gestopt. Lieke Martens. Ik zit naar haar te kijken. Het is echt heerlijk om haar weer terug te hebben. Want mooie aanvallen. Waaronder deze. En ja, dit is een verkeerde inspelbal. Maar dan zie je wel de kwaliteit van Lieke. Die heeft een hele mooie dribbel. Elegant. En nou ja, op het WK maakte ze bijna dit zo'n doelpunt. Dat is wel haar kwaliteit. Ja, dit komt niet voort uit een actie of zo. Dus een slordig balverlies. Maar dit ziet ze en dit, dit geeft gewoon aan waar zij goed in is. Ja, een goede omschakeling. Martens heel lichtvoetig. Ja, nou ja, en overzicht. Omdat ze staat vrij hoog. Maar omdat ze zo lichtvoetig is, ze kijkt wel vaak over de bal heen. Dus ze heeft wel gevoel voor waar mensen ook staan. Ja. We hadden het van tevoren al over Melis, die er niet bij is. Janice van der Zanden staat op haar plaats. Zij maakt de 1-0. Overigens heel goed uitgespeeld. Een mooie aanval weer. Ja, kijk, wat ik net al zei, het staat heel dicht bij elkaar. Op dit moment wordt Janice wordt eigenlijk weggestoken. Ja, en dan maakt ze het voortreffelijk af. Ja, leuk verhaal, want er zal toch ook best wel wat druk op haar gekomen. Haar mentor, tussen haakjes, is weg. Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant... Nu speelt ze wel in haar kracht. Als ze wordt weggestoken, bal aannemen, richting het doel. En dit zijn mooie doelpunten. En dat is voor haar wel lekker, voor haar zelfvertrouwen. En afgemaakt op een manier zoals Melis dat eigenlijk ook al doet. Ja, precies. Ja, want dat ga je toch doen, hè, vergelijken? Ja, we moeten... Het zijn wel twee dezelfde types. Dus ze komen vrij dicht bij elkaar. En ze staat nu aan haar favoriete kant, hè, voor haar rechterbeen. Als ze meer in dit soort situaties komt en die liggen daar, alleen daar wordt nu geen gebruik van gemaakt. Ja, we hebben het over omschakeling gehad, over individuele acties, over mooie aanvallen. Maar de 2-0, dat was echt een mooie aanval. Ja, dat was eentje uit het boekje. Wordt geopend. En je kunt nu echt zien dat er wordt opgebouwd. Er is rust aan de bal, de ballen komen ook aan. En dan wordt ze weer weggestoken. En er wordt weer gebruik gemaakt van haar kwaliteit, van haar kracht. Maar daarvoor is het ook wel eens rustig. En als je dan kijkt hoe de mensen op het veld staan. Het veld is ook groot. Dus dan is veel verder uit elkaar. En daarvoor, als je gewoon die eerste helft, als je dat gaat bekijken, staat iedereen heel erg dicht bij elkaar. En dan maakt het ontzettend lastig. Want zowel Nieuw-Zeeland, die wil dat. Die wil druk op die bal hebben. Ja, en nu doen ze het hartstikke goed. Maar dat zijn eigenlijk maar 2-3 momenten geweest. En dan word je ook gevaarlijk. Ja, maar buiten dat denk ik bij mezelf, Nieuw-Zeeland, die kennen jullie. Jullie hebben er tegen gespeeld op het WK. Zij weten dat Van der Zanden heel snel. Ja. Toch, Van der Zanden krijgt alle ruimte. Ja, maar dat is ook door de kwaliteit nu die er gelegd wordt in het positiespel. Dat er het wordt geopend. Dus je bent aan één kant en de bal gaat naar de andere kant toe. En er komt een steekpaas. Die mogelijkheid moet je wel creëren. Ja. En er zijn ook heel veel momenten geweest dat die bal ook gespeeld kon worden. Mm-hmm. Maar dan gebeurde het niet. Ja, en dan komt Janice, die komt ook niet aan de bal. Dus dan blijf je een beetje in zo'n rommelsituatie. Die creëer je zelf. Ja, over de rechterkant en over de linkerkant, de flanken, daar liggen de kansen wel. Overigens nog een mooie actie van Martens. Ook weer een aardige aanval. Martens die hem mooi aanneemt. Ja. Nou, een goed overzicht van Janice. Een fantastische aanname van Lieke Martens. En ja, dan kan ze zichzelf belonen. Volgens mij zit Ellen Jansen er nog met een voetje bij. Ja, dat is zonde. Maar ja, dit is kwaliteit. En gevoel. Ja. Dit kun je niet leren. Nee. Dat is inderdaad precies. Ja. Ja. Maar je moet wel dat overzicht hebben. We gaan er even tussenuit. Nederland staat dus gewoon lekker voor met 2-0 tegen Nieuw-Zeeland. Zometeen de tweede helft. Tot zo. Welkom terug. Oranje staat met 2-0 voor tegen Nieuw-Zeeland. En dit is een prachtig doelpunt van Janice van der Zanden, die ze overigens allebei maakt. 2-0 dus voor Oranje. En inmiddels zijn de speelsters alweer op het veld van beide partijen. Dus we gaan snel naar Mark van Rijswijk voor de tweede helft. Veel plezier. Ja, u heeft nog even de beide doelpunten gezien. En de vrouw van de beide assist gaat er nu uit. Van der Donk is er niet meer bij en daar is de nieuwe speelster. Zagen er al even warm lopen aan het einde van de eerste helft. René Slegers. Zij komt op het middenveld erbij. Speelt in Zweden.
En uiteraard is Van der Zanden nog niet vervangen. De eerste wissel dus. We kunnen er in totaal 12 volgen verdeeld over de beide elftallen. Dus nu nog 11. En meteen druk vanaf de aftrap door Ellen Jansen. Geen wissels overigens bij Nieuw-Zeeland. Slegers voor het eerst. Van der Zanden goed het lichaam gebruikt. Kijkt waar iemand voor het doel is. Daarachter komt Martens. Maar Percival verdedigde. Bowen. Een slordige trap, zo'n voeten bij Jansen. Slegers. Zeeman, Jansen, oh, is wat hard, maar Van der Zanden is natuurlijk snel zat, dus die houdt hem binnen. Paas van de Slegers. En dat Van der Zanden een beetje vast stond. Is natuurlijk voor Nieuw-Zeeland. Dan was het professioneel van Lund om die bal even weg te gooien. Maar dat wordt niet gewaardeerd door scheidsrechter Hoestijn. Helemaal wat ongelukkig. Hearn. Geen goede controle. Lopen elkaar wat in de weg. Even heel rommelig. En Nieuw-Zeeland heeft uiteindelijk de bal. Riley. Goede controle. Maar geen kans. Dat Nederland daar op het juiste moment dan wel scherp verdedigt. Jansen wil een vrije trap, krijgt hij niet. Duncan dus. Wordt hij wel aangetikt. Legen hem de voet mee. Lange vrouwen zijn alweer mee. Er zijn natuurlijk om voor het doel te vinden. Een vrije trap van Jelle. Jansen. Mooie bal van Jansen. Als die bal in één keer voor kan komen, ligt daar misschien wel een kans. Maar op het laatste moment verdedigt Ursek nog goed. Achter was Ellen Jansen al klaar om die bal in te schieten. Zo, de kleine trommeltjes zijn ingerold, zo te horen. Riley.
vanmiddag. Zeeman haalt weg. Riley. Dat zagen we in de eerste helft ook veel. Nederland houdt die ruimtes klein. We horen bondscoach Tony Redding zo roepen dat ze de bal van achter de verdediging van Nederland moeten zien te krijgen. Maar dat valt niet mee. Nederland staat goed. En nog meer warmlopende speelsters. Zakkie Groene loopt zich onder andere warm. Die met haar ploeg onlangs de halve finale van de Champions League haalde. Persek. Bijna Hearn, dat is een belangrijke ingreep van Zeeman. Bijna even niet de rust, maar hij is de taak om in ieder geval dat doel te voorkomen. Voerde ze goed uit. Tessel, Serena, hey, regel dat daar! Middag en spitsen moeten het even gaan organiseren in een fase waarin Nederland heel weinig de bal heeft. Wil Van der Laan dat zijn middenveld dat allemaal goed neer gaat zetten. Mooi gedraaid, prachtig. Kan Van der Zanden daarbij? Nee. Het idee was goed. Kom op, go. Jellem. Nee. Zet vol druk. Percival komt er uiteindelijk mee weg. En voor Jansen is dit interland nummer 15. Voor Percival interland nummer 114. En de bal is binnengebleven. Daar waar sommige spelers van Nieuw-Zeeland al gestopt waren. Dat ze dachten dat het een inworp was. Van Lunteren. Bal te lastig. Riley. Hasset.
Zander ziet wat kansen en omdat die paas niet goed is, liggen die kansen er ook wel. Daar doet Nederland toch iets te weinig mee. Het leger zet druk. En nu is het moment wel verdwenen. En kan Nieuw-Zeeland dus doorvoetballen. Het is een fase, eigenlijk de hele tweede helft, waar bij de ploeg maar moeilijk tot kansen komen. Longo. Wind. Daar is Jelp. Die komt niet langs Jans. Er wordt de wedstrijd nog met Reddings gesproken. Die vertelde dat het voor hem toch inderdaad heel lastig is om al die speelsters in de gaten te houden. Dat hij eigenlijk de speelsters die in het buitenland speelt vraagt om zelf hun beelden maar op te sturen. Zodat hij een goed beeld houdt van de speelsters die bijvoorbeeld in Engeland of in Duitsland actief zijn. Omdat zelf afreizen naar die wedstrijden niet te doen is vanuit Nieuw-Zeeland. En ze natuurlijk ook lang niet altijd worden uitgezonden die wedstrijden. Jelp, die bal is iets te hard. Maar het was wel goed gezien waar Hearn was. Hearn al lang blij dat er een bal in haar richting komt. Duurt nog wel even. Geurts neemt haar tijd. Riley. Nederland tussen de tweede helft. Niet lekker aan het voetballen. Er komt zelfs geel nu. Training op middag. Ja. Keep breaking, we'll get you there. Geel dus voor Betsy Hassett. Slegers. Stil een fase waarin Nederland even wat rust kan vinden, de bal wat langer in de ploeg kan houden. Druk zetten gebeurt weer alleen door Hearn, die kijkt teleurgesteld achterom, maar de rest van haar ploeg blijft. Hearn wordt nu ook geroepen, kom nou terug en zak maar wat meer in. Ja.
counteren. Van der Zande. Oeh, slordig balletje daar. Goed ingeschat door spitsen waar die bal zou gaan komen. Slegers. Martens, spitsen, weet waar Jansen komt. Moet die andere Jansen nu weer voor het doel komen. Daar is ze met Martens. Van der Zande nu ook. Daar is Van der Zande. Die komt net niet tot een kopbal. Maar beter van Nederland. Goeie voorzet. Kans natuurlijk met rechts. Prima. Beetje de probleempositie bij Nederland. Dominique Jansen doet het over het algemeen wel goed, maar is geen pure linksback. Peter Hogewoning is er niet bij. En weer helemaal fris. Van der Donk. Maar Hogewoning is er dus niet meer bij. Worm is aan het terugkeren van de blessure. Niet heel veel keuzes. Die linksbackpositie voor Van der Laan. Asset, spitsen. Slegers. Mis in aanname, maar dat kan het herstellen. Spitsen vraagt de hele tijd de bal, ook als ze wel gedekt wordt. Maar ja, heeft natuurlijk ook vertrouwen in zichzelf en in haar kwaliteiten. Er wordt niet altijd, ook niet altijd aangespeeld door haar ploeggenoten. Training van Lunteren. De standaardsituatie is nog weinig problemen opgeleverd voor Nederland. Het is daar weer dringen. Hoessein geeft aan dat ze alles in de gaten houdt. Steeds dezelfde variant. Waarbij Jelp dan de bal moet geven. En dat toch niet goed genoeg doet. Duncan. De voorsprong is nog hetzelfde, maar het spel van Nederland wel minder in de tweede helft. Asset ontwijkt daar een stevig ingreep van Zeeman. Moore met de lange bal. Kan Hearn daar iets mee? Nee dus. Jans. Ja, dan weer de overname van Percival. Percival. Prima bal op Hearn. Nu zijn we probeert meer richting het doel van Geurts te komen. Dat lukt nog niet echt. Spitsen van Lunteren. Hey!
Zanden. Ja, dat is uiteindelijk een vrije trap. Goed, het voordeel afgewacht door Hoessein. En dan moet Jelp zich even melden. Volgende keer geel lijkt de boodschap. Je zou zeggen, het is te ver om het ineens te proberen, maar Nederland heeft Sherida Spitsen. En die wil het nog wel eens ineens proberen als de bal bijna op de middenlijn ligt. Daar heeft ze ook de traptechniek wel voor. Dus dit is een behoorlijke afstand. En er zijn meerdere opties. Normaal gesproken de voorzet. En ze lopen nu ook weg. En dan is dit een vrij verrassende poging van Van den Berg ineens. Of kwamen ze gewoon te laat inlopen? Hoe dan ook ongevaarlijk. Jelp. Nieuw-Zeeland wil zo gaan wisselen, maar moet even wachten. Dank u. Longo. Prima actie vanmiddag. Van Lunter niet lekker aangespeeld. Oef, dat been was wat hoog. Het was geel voor haar. Dat is wat streng, maar goed. Jansen probeerde gewoon de bal te spelen. Raakte bij de tegenstander in het gezicht. Ja, ze maakt zich verder ook niet druk om die kaart. Meer om of het wel gaat met Longo eigenlijk. Ja, ze kijkt nog wel, dus ze ziet haar komen. En schrikt zelf op het moment dat ze dan ook Longo raakt. Verzorging niet nodig, wordt nu aangegeven door Hoessein. De wissel kan plaatsvinden, zo gebaard. Ja, toch. Toch verzorging nodig. Misschien wat bloed. Dus mogen zij dan toch het veld inkomen. Dit is meteen het moment dat er wat wordt gedronken, wat wordt gepraat bij Nieuw-Zeeland. Dit zie je niet veel wat Nederland nu doet. Die hebben iedereen bij elkaar, midden op het veld. Om daar gezamenlijk nog even te praten, zoals je de huddle hebt vooraf. Zo staat Nederland daar nu ook. Geurts die veel praat. Dit zie je vaak. Een paar speelsters die zich melden aan de zijlijn. Maar een heel groepsgesprek met z'n allen. Om even toch even met z'n allen ook weer af te spreken wat er nou allemaal beter moet. Nog een keer. Ze kijkt even. Maar je ziet ook dat, wat ze roept op het moment dat ze Longo raakt. Ongelukkig, de actie daar van Ellen Jansen. Even wat ijs erop. Betsy, if she's okay, you're going to go into 10, center mid, and we will go 10. Yeah, both people come on. Betsy Hassett gaat dus naar de nummer 10 positie. Ervan uitgaande dat het gaat met Longo. En dan zal Jelp eruit gaan. Longo is weer terug. Op camera! Hallo, Jans. Wij zijn
met wat vertraging dan toch de wissel. Omdat het gaat met Longo, kan die doorgaan. Jallop eruit en voor haar in de ploeg komt Rosie White. Jallop verantwoordelijk voor de standaard situaties, maar die waren niet altijd geweldig. En White, ploeggenote van Shanice van der Zanden bij Liverpool. En ook Mandy van den Berg, de aanvoerder van Nederland. Er komen dus een ploeggenote nu tegen op het veld. Hearn, vlag gaat omhoog. Bovendien heeft Geurts al de bal. Op Jansen is niet gek, is net iets te hard. Dat is prima van Jansen, het balverlies bijna, maar spits houdt hem in de ploeg. En Van der Laan zal er ook veel aan gelegen zijn om dit soort wedstrijden nu goed en rustig uit te spelen. We hebben allemaal die wedstrijd nog wel in ons achterhoofd. Tegen Zwitserland op het Olympisch kwalificatietoernooi. Toen het allemaal heel goed ging. En Nederland het bijna nog helemaal uit handen gaf. En Van der Laan zal ook in een oefenwedstrijd als deze gewoon willen zien dat zijn ploeg dit soort wedstrijden goed professioneel uit kan spelen. Zonder dat het nog echt in de problemen komt. Middag. Jansen. Niemand nog voor het doel. Daar komt Slegers nu. Van der Zanden. Maar ik blijf er een overtreding op White. Niet helemaal duidelijk. Mogen het ploeggenoten zijn bij Liverpool, maar hier is toch wel wat irritatie over. Ze is er nog steeds niet mee eens, maar ja. Van der Zanden weet ook wel dat ze die discussie niet gaat winnen van Hoestijn. Dus knikt ze maar. En dan heeft de bal toch alweer terug. White. Dit is echt een overtreding. Dan komt er zelfs geel. Slegers, dit maakt ook dat gebaar van nou. Lijkt een wat merkwaardige gele kaart. Ja, dat is het ook. Maar misschien voelt Hoestijn aan dat het iets te stevig wordt. En wil zo even duidelijk maken dat men in de slotfase ook niet te ver moet gaan. White nu met de vrije trap. Steeds Longo die er dan overheen stapt. Nederland krijgt de bal niet weg. Nog steeds niet. Hearn. Nog een hoekschop via Van den Berg. Geurts heeft meteen de verdediging georganiseerd. Van Lunteren bij de tweede paal gezet. Niemand bij de eerste. Iets daarvoor staat Spitsen trouwens. Daar komt Hearn. Vrije bal hoor. Hij stopt Nederland toch niet helemaal goed. Maar Hearn kopt ook niet op doel. Rusek. White. Ja, werkelijk meer gevaar sticht met haar vrije trappen dan de speelsofferies in de ploeg kwam. Jallop. En zo komt er wat meer druk op Nederland nu. Hearn met de loopactie en geheel ongedekt daar. Dat is toch wel merkwaardig. Dat je de spits van de tegenstander zo vrij laat. Hier is White weer. Krijgt de bal net niet lekker bij Moore. Thank you.
Martens. Nou, het is 3-2 als Nederland snel is. Martens, Van der Zanden. Vlag is inderdaad omhoog. Ja. Buitenspel. Zo speelt Nederland dit moment er nog niet helemaal goed uit. White, dat is prima. Met z'n drieën veroveren ze de bal. Jansen. Goed hoor. Middag. Blijkt Martens niet. Goedmiddag. Ah, blijkbaar toch een overtreding gemaakt. Het bleek de bal vooral. Hoesijn vond dat ook aan het shirt werd getrokken. De vrije trap snel nemen mocht even niet omdat de bal nog rolde. Dus besluit Urzak dan maar naar voren te gaan. Maar Hoesijn niet het type scheidsrechter waarbij je een beetje kan smokkelen. Dat is wel duidelijk. Jo, de man in de derde Bundesliga ook prima in toom. Dus dan accepteert ze ook geen gedonder bij een oefenpotje tussen Nederland en Nieuw-Zeeland. Hij zet. Zeeman op de verkeerde kant op en dat leidt tot een schietkans. Longo nog eens. Met twee keer glijden is de bal weg. White. Van Martens. Een hele diepe bal voor Van der Zanden. Kiepster twijfelt, komt uiteindelijk toch maar niet. En dan ineens de poging van Van der Zanden. Omdat de kiepster Nehler niet helemaal op de juiste positie stond. De duim omhoog voor de paas. Die leek toch wel te onderschatten voor Nehler. Maar was dat blijkbaar niet. Martens. Ja, zo'n bal hoort toch echt kijkers waar die helemaal komt. Je ziet er ook Nehler komen, niet komen. En uiteindelijk staat ze verkeerd. Vandaar dat Van der Zanden het ineens probeert. Jansen. Gotta get pressure on. Zo roept Reddings naar zijn ploeg. Van Lunteren leek door te kunnen, maar moet toch even terug. Spitsen. Jansen houdt er een worp aan over. Van der Zanden. Overigens speelt Nederland onder 19 nu tegen Wit-Rusland. Belangrijk toernooi. Met het oog op het EK staat Nederland alweer met 1-0 voor door het doelpunt van Volkersma. Die ook in de eerste wedstrijd er al 4 in had liggen. Nederland met 7-2 won. Er zit genoeg talent aan te komen.
Jill Roort onder andere ook actief bij die ploeg. Van Lunteren. Van der Zanden. Longo eruit. En van Free Kings United uit Nieuw-Zeeland komt er Jasmine Pereira. Toen zijn die er niet helemaal voor niks naar Nederland afgereisd. Even nog een interland bijschrijven, officieel. Duncan, hij heeft daar sterk aan de bal. Riley. Rijdt zichzelf helemaal vast. Slegers. Weinig wissels tot nu toe nog bij Nederland. Martens. Slegers, kan door Van der Zanden. Ja, volledig de verkeerde keuze dit. Dan moet je toch het overzicht hebben. Want Van der Zanden stond helemaal vrij naar zijn coach. Voor de speelster die in de dekking stond, Jansen. Misschien in de hoop een 1-2 aan te gaan. Maar Van der Zanden, die had zo zelf doorgekund. Sprinten. Burn is daar. Bowen ook. Prima verdedigd weer door Jansen. Van der Zanden. Heeft deze directe tegenstander meer? En met haar snelheid zou Nederland daar toch echt meer gebruik van moeten maken. Nu is Ryder er toch maar naartoe gelopen. Zeeman. Legers. Mooi balletje van der Zanden. Dit is goed gespeeld. De paas van der Zanden wat te gehaast. Hier is alsnog Martens. Spitsen. Van der Zanden. Schot van Martens. Dat scheelt niet veel. Eindelijk weer eens een echt goede aanval van Nederland. Een tijdje geleden toch? Prima bal van Slegers. Zoals Van der Donk in de eerste helft een paar keer van der Zanden goed weg kon sturen. Van der Zanden misschien iets te snel met de paas in eerste instantie. Daarna wordt de aanval in ieder geval goed voortgezet. Martens draait zichzelf mooi vrij voor het schot. Overtreding op Martens. Maar doelpunten maken nog steeds het verschil. Alweer een tijdje geleden, na 16 minuten, stond het al 2-0. Jansen goed. Slegers. Net iets te kort voor Lieke Martens. Nog een paar, come on, boys. Nog een bal even van Geurts. Van Lunteren. Maar het is nog niet helemaal herstel, want hier is Riley.
En dat gaat bijna mis. Er wordt zelfs nog hands geclaimd. Maar dat was het niet. Martens vastgehouden, maar voordeel gegeven. Bijna de bal verspeeld. Absoluut een van de betere vandaag bij Oranje, het is vanmiddag. Van Lunteren. Nederland speelt dit rustig uit, ondanks de druk. Totdat Zeeman de bal zomaar inlevert. White. Nog net. Martens. Nou, zo kan er in zo'n oefenpotje volop gewisseld worden, maar de bondscoaches maken daar niet gebruik van. Nog steeds warmlopende speelsters bij Nederland. Maar het lijkt erop dat het bij die ene wissel gaat blijven. Middag. Daar gaat Van der Zanden. Maar daar is het denk ik toch ook een keer leeg. Riley. Burns zet de druk op Geurts, dus die had weinig tijd. Hassett, Riley. Zorgige aanname. Martens daartussen. Jansen met de bal. Martens. Maar Nederland heeft in het laatste gedeelte van die tweede helft wel weer meer en meer controle gekregen. En de bal veel beter in de ploeg kunnen houden. En dit zegt veel. Het is een oefenpotje, je kan gaan voor nog een doelpunt. Het publiek proberen te vermaken. Maar Van der Zanden gaat professioneel bij de cornervlag proberen daar de tijd te winnen. Dat hoort er dan dus ook bij. Mag je niks zeggen? Van der Zanden krijgt een vrije trap. Spits achter de bal.
voorzet is van Slegers. Martens misschien nog? Nee. Jansen komt mee. En ook Jansen gaat om tijd te winnen. Het zegt veel over hoe Nederland dit duel benadert. Ook, dat zie je dus ook aan de wissels van Van der Laan. Die niet 6 keer zomaar wisselt. Had bijvoorbeeld zomaar 3 speelsters vandaag een debuut kunnen geven voor het Nederlands elftal. Maar Van der Laan pakt dit gewoon zeer serieus aan. Wil dit goed uitspelen. En heeft dat ook duidelijk doorgegeven aan zijn speelsters. Die dus in de slotfase gewoon die bal voorin proberen vast te houden. En niet frivol op zoek gaan naar een derde treffer. Omdat het toch maar een oefenpotje is. Jansen. Middag. Maar kan het alsnog 3-0 worden? Maar Slegers van de bal gezet. Dus kon ze Martens ook niet meer bereiken. Pereira is daar nog even lastig. Het was zo lastig dat dat nog een schot op doel is. Riley. Nou, het is afgelopen en zo wint Nederland met 2-0. Twee vrij snelle doelpunten van Janice van der Zanden. We zorgen Nederland zo de winst in de eerste oefenzege op weg naar het EK in eigen land. Zij speelde prima. Geen dekker. Maar middag als vervangster. En middag deed het goed. Zoals natuurlijk ook Van der Zanden op de plek van Melis het uitstekend deed met 2 treffers. Een serieus aangepakt oefenwedstrijd. Niet zomaar oefenen om niks. Van der Laan wilde winnen, heeft gewonnen. En heeft zondag zijn volgende test. Dan wacht Canada. Tijd om te gaan analyseren. De hoofdrolspelers zullen zo ongetwijfeld ook komen bij Helen en bij Daphne. We gaan naar het veld. Daphne, een 2-0 overwinning voor Oranje. Maar waar hebben we naar zitten kijken in die tweede helft? Nou ja, als de doelstelling was om het spel dood te maken, dan is dat goed gelukt. Dan is dat goed gelukt. Want het was... Nou, op twee momenten was het niet best. Ik heb Nederland bijna niet van hun eigen helft af zien komen. Ze zochten dus elke keer die korte combinaties op. Die liepen elke keer dood. Aan de andere kant lag veel ruimte en die zochten ze niet. Ja, dan, ja, het was eigenlijk... Ja, ik kan er gewoon heel weinig over zeggen over die tweede helft. Want ze hebben eigenlijk niks laten zien op 2 momenten na. Ja, op 2 momenten na. Eén daarvan pakken we er even uit. Dat was tegen het einde van de wedstrijd. Dat was weer een aardige aanval met Martens en met Van der Zanden. Ja, ik zei in eerste instantie, ze moet zelf gaan. En dan geeft ze die bal, dan valt hij niet helemaal lekker. En dan komt hij uiteindelijk bij Martens. Ja, en die dreigt. En vervolgens schiet ze fantastisch tussen de palen. Ja, en ondertussen is Janice van der Zanden aangeschoven. Janice, gefeliciteerd met je 2 doelpunten. Want jij moet wel eventjes Melis doen vergeten. Ja, inderdaad. Maar... Ja, aan de ene kant hoeft dat ook weer niet, hè. Want Melis is toch topscorer. Heeft zichzelf goed neergezet de afgelopen jaren, afgelopen 12 jaar. En ik wil haar gewoon daarin goed opvolgen. En we hebben goed samen gewerkt, ik heb veel van haar geleerd.
En dat zie je ook wel aan de twee doelpunten. Want zo maakten zij ze ook. Ja, inderdaad. Daar had ik het met Daphne ook al over. Wat heb je precies van haar geleerd? Nou, rustig zijn als ik eenmaal voor de goal ben. Normaal was ik nog wel te snel in mijn sprint. Waardoor ik hem niet goed af kon werken. Waardoor hij overging of naast ging. En ze zei, Sjaan, als je eenmaal bij de keeper bent, even een tikkie terug. En dan kijken waar je wil schieten. Nou, dat heb ik vandaag gedaan. En ja, ik ben ontzettend blij. Ja, overigens wat je zegt, dat je rustmoe waren, dat had je in de tweede helft dan even een moment niet. Hè? Dat je eruit sprint en dat je iets onrustig bent. Eerst doepen, beschrijf hem. Ja, ik krijg hem hartstikke goed vandaan mee. En zelf neem ik hem ook goed mee in de loop. En waardoor ik hem eigenlijk goed in de verre hoek kan schieten van de keeper. En ja, toen zat hij er goed in. Ja, de tweede was een prachtige aanval. Ja, dat was zeker een prachtige aanval. Maar eigenlijk kreeg ik hem net zo goed hartstikke goed weer mee. En de keeper kwam een beetje uit, dus ze twijfelde. En toen dacht ik, nou ja, chip hem er gewoon in. En ja, die zat er ook lekker in. Wat zegt de bondscoach dan tegen jou? Weet je wat, ga maar zo spelen zoals Melis dat deed? Nee, helemaal niet. Ja, ik denk dat je me dan ook wel een beetje te veel druk oplegt. En ja, we zijn niet precies hetzelfde natuurlijk. En je moet ook niet te veel tegen me zeggen, maar de bond... Wat zegt hij dan? Hij heeft genoeg vertrouwen naar me uitgesproken. Hij zei, je hebt het goed gedaan. En je hebt een goede overstap gemaakt naar Liverpool. En je zit lekker in je vel. En dan blijf dat gewoon doen. En doe niet de gekke dingen, want... Dan komt het verder wel goed. Ja, nou, en dat is wel gebleken. Nog één dingetje, want ja, je hebt wel een mentale klap gehad natuurlijk na het mislopen van Rio. Hoe heb je dat heel snel weten om te zetten? Aan jou is het niet te zien. Nee, klopt. Maar er is ook weer een hartstikke mooi nieuw doel. En dat is het EK in 2017. En daar wil ik heel graag staan. Tuurlijk heb ik een hele grote teleurstelling gehad. Maar dat heb ik goed verwerkt met mijn familie. En ook bij mijn teamgenoten in Liverpool. En ja, daar hebben we ook weer gewonnen. En dan neem je toch weer wat positiviteit mee hierheen. En ja, ik ben hartstikke trots op de meiden dat we dit hebben vol kunnen houden. En dat we geen tegendoelpunt hebben. En dat we dit gewoon met 2-0 afsluiten. Heb je die lipstick nou al geïntroduceerd bij Liverpool? Nee, dat niet. Maar in Engeland noemen ze wel lipstick girl. Dus gefeliciteerd, Janice. Ja, we gaan meteen door met de bondscoach, Anja van der Laan. Gefeliciteerd, want dit is lekker. Nou ja, het is hier prettig dat je in die serie die we willen gaan inzetten, dat je tegen gewoon een goed land 2-0 wint. En vrij snel staat er dan 2-0, Janice van der Zanden. Ja. Wij maken natuurlijk als media meteen de vergelijking met Melis. Melis is weg. Hoe heb je naar haar gekeken vandaag? Ja, ik denk dat Janice moet leren om haar kracht te doseren. Hè? Want in wezen begint ze in de eerste helft ongelooflijk explosief. Weet er ook twee prima goals uit te maken. Tweede helft zie je dan het wat wegzakken en dan wordt het wat slordiger. Nou, daar moet ze balans in zien te vinden, want ik denk dat het ongelooflijk talent is die positie van Manon over kan nemen. Je hebt het over wegzakken. Ik had het idee dat het hele team een beetje wegzakt in die tweede helft. Zag jij dat ook zo of niet? Ja, goed. Je zag dan toch wat twijfel in de zin van oké, moeten we nu op zoek naar een goal? Of moeten we hem juist uithalen en balbezit houden en kijken of er een beter moment komt om op te bouwen? Wat wilde jij? Ja, wat mij betreft is het zo dat ze daar de juiste keuze moeten maken aan de bal. Want ik vond de eerste helft het vooral wat slordig. Nou, de tweede helft werd het wat minder slordig, maar bleef het wel wat te voorzichtig, vond ik. Ik denk dat je de balans moet zoeken tussen met lef en durf die opbouw zoeken. En bij momenten ook gewoon wat zakelijker zijn en de bal eruit halen als er naar voren gewoon geen goede keuze kan worden gemaakt. Ja, wat vond je eigenlijk van de veldbezetting? Nee, hoe bedoel je? Nou, we hadden het idee dat het af en toe wel zo dicht op elkaar stond en de ruimtes niet goed benut werden. Nee, ja, daar hebben we in de rust wel over gesproken. Want ik gaf ook wel aan, als je in een dynamische spel wat wij graag willen, dan is het ook vooral niet zozeer dat je alleen zelf moet bewegen, maar ook ten opzichte van elkaar. En dan moet je elkaar ook juist de ruimte geven. En ja, goed, dat is wel iets waar we druk mee bezig zijn en proberen dat aan te geven. En het gaat de ene keer beter dan de andere keer. Van der Donk heb je uiteindelijk moeten wisselen. Gaat het trouwens? Want ik zag ijs op de enkel. Nee, ja, Van der Donk gaat goed. Maar we hebben zondag weer een wedstrijd. Zo is dat. Toch over Van der Donk. We hebben haar niet de oude Van der Donk de afgelopen maanden gezien in die kwalificatiewedstrijden. Zag je dat vandaag wel weer wat terug? Ik denk dat Van der Donk absoluut de speler is die ons de komende maanden heel veel plezier gaat bezorgen. Ook richting het EK. Ja. En ja goed, je hebt allemaal wat betere fases en wat mindere fases. En ja goed, daar moet je dan weer even doorheen. Ze is natuurlijk naar een nieuwe club gegaan. En aan alle kanten ook even ziek geweest. Tikje opgelopen van de week. En ja, dan moet je even weer in vooral spelen. En dan kom je weer er vanzelf weer in de juiste modus. Succes zondag. Dankjewel. Dankjewel. Yep. En komende zondag is het
om 4 uur, wedstrijd tegen Canada. Tot slot, jouw conclusie, Daphne? Nou, ik vond het... De uitslag is prima, 2-0. Maar als je gaat kijken naar de wedstrijd, vond ik het heel matig. Voor Nieuw-Zeeland vond ik matig. Ik vond Nederland ook matig op 4-5 momenten na. Ja, en dan missen we Van de Gracht onder andere nog. En ja, kijk, ze spelen wel in andere situaties. Ellen Jansen, die 2 interlands heeft ze op de naam, geloof ik, staan. Ja. En zo zijn er nog wel meer. Desalniettemin, die weer nieuw komt in het elftal. Dus er zitten wat wisselingen in. En dat kan ook niet anders. Ja. En dat is ook goed richting het EK. Alleen, ja, wat je de tweede helft laat zien, laat je eigenlijk geen voetbal meer zien. Nee, maar gelukkig hebben we nog een hele tijd te gaan voordat dat EK 2017 in eigen land is. Over 1,5 jaar. Zondag, dan zijn we er weer. Om 4 uur dus met Oranje tegen Canada. Die wedstrijd wordt gespeeld bij FC Eindhoven. En om 8 uur hebben we UFC. En nu op deze zender kunt u gaan kijken naar de best of viral video's. Bedankt voor jouw analyse. En we zien u zondag weer. Dag.